je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Hallo lieve kijkers, volgers van me. Welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ga alu met de kip maken in curry. Weet je, aardappel kip curry. En daarvoor heb ik mijn aardappel geschild, gesneden en die ben ik aan het koken. En als die een beetje half gekookt is, dan ga ik hem overgieten. En dan ga ik mijn kip boilen. Maar dat laat ik jullie zo zien, dit is van de aardappelen. Als dit klaar is, dan ga ik dit weghalen. En dan ga ik mijn kip erin doen. Als ik aardappelkip maak in curry, dan kook ik mijn aardappel eerst. En dan als je erin gaat zetten en koken, boei, het is zo lekker. Ik ga toch een beetje zout toevoegen. Zodat het sneller zachter wordt. Nou, die moet even zachter worden. Dan ga ik hem weghalen. Hij is gekookt. Dit gaat lekker in mijn kippie. En nu mijn kippie, die ga ik ook een beetje boilen. Die heb ik al gehakt. Dit ga ik niet te lang laten hoor. Een beetje. Dan ga ik hem weghalen straks en dan ga ik hem in koud water even mooi wassen. En dan ga ik hem koken. Heerlijk. En dit moet je boilen in heet water ongeveer 2 minuten. Niet te lang hoor. Hij hoeft niet te lang gekookt te worden in die warm water. Anders is het niet lekker. Want als je gaat koken, dan gaat het helemaal uit elkaar vallen van die bot. Zo, dit is al klaar. En intussen heb ik mijn uien, knoflook, peper al gechopt. Dan gaat dit nu eraf. Zo. Zo, mijn lieve mensen. En nu ga ik mijn kruiden bakken. Dit is mijn uien knoflook. Dan ga ik dit bakken. En daarna ga ik de curry erin zetten straks. Intussen is hij aan het bakken. Dan ga ik mijn kippenblok erin zetten. Zie je, heb ik gesneden. Die mag meebakken. En dan zet ik 1 theelepel Kentjoer. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wilt bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Weet je, die maak ik zelf. Die koop ik heel en dan ga ik hem malen, zeven en dan bewaar ik het. Lieve kijkers, het is heerlijk. Zet ik alvast een beetje zout, zo 1 theelepel. En laat ik hem even doorbakken. Niet branden, hè, bakken. En dan voor 3 kilo kip en 1,5 kilo aardappelen zet ik 1,5 eetlepel curry. Masala dus. Dan ga ik die ook een beetje broodje doen. Bakken dus. Bedoel ik. En als je op een hoge vuur gaat doen, dan gaat het branden, weet je. En dan gaat het niet zo lekker smaken. Zo, hij is mooi gebakken. En nu ga ik mijn kip erin zetten. Dit. toch heerlijk uit, lieve kijkers. Dit gaat zo lekker smaken, boy. Aluboos. Ik bedoel, aardappel. Kip in curry. Het is verrukkelijk lekker. Maar kijk, als je een beetje peper erin zet, is het nog lekkerder. Ja. Ja, dit is een bestelling voor mij, dus ze willen geen peper. Dus daar heb ik geen peper gezet. Dit gaan ze met witte rijst eten. Nou, dan ga ik hem laten sudderen. En dan ga ik straks de aardappelen erin zetten, hoor. Even kijken hoe ver hij is. Ja, hij gaat goed, hoor. Oh, die mensen gaan smullen. Ik heb die lekker uitkrachtig en kort gelaten. En hij is niet gebrokkeld. Dus sweet die uit, hoor. En nu ga ik mijn aardappelen erin zetten. Zie je die gekookte aardappelen? Zo. Dan mag je lekker gaan intrekken in die aardappelen ook. En gewoon laten op de zachte vuur, hoor. Mooi. Als je dit eet. Overheerlijk. Zo maak ik mijn aardappel. Kip met curry. Is toch lekker, lieve mensen. Jullie moeten ook proberen, hoor. En als je dat niet kan, mag je ook bij mij bestellen. Net als de andere. Ik heb het recept gegeven, dus mag je het recept volgen. Dan kan je zelf proberen. Dat komt helemaal goed. Dan ga ik de deksel zetten en je mag even doorkoken. Mijn lieve kijkers, voor mijn eet- en vlogvideo's ga naar mijn nieuwe YouTube kanaal. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Gratis abonneren, liken, op de bel notificatie drukken en laat een berichtje achter. Zo, mijn lieve mensen, ga kijken hoe ver. Oh, dat ziet er prachtig uit. Dat ziet er heerlijk uit. Zie je, dit is mijn aardappelkip met masala. Hij is helemaal klaar. Nu mag het gesmuld worden. Boei, dit is heerlijk, lieve kijkers. En zo maak ik mijn kip curry met aardappelen. He, lieve mensen, lieve volgers van me. Ik zou zeggen, als jullie mijn video leuk vinden, graag liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere video. Oké? Ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. Voor de kip en witte rijst, kip curry. Dan ga ik een beetje bonen bakken. Daar zet ik boter voor. Weet je, vloeibaar boter, dit. Die is bekend bij jullie. Ik ga je met de boter bakken, weet je. Dat is heerlijk. Dan ga je 1 blok zetten. En dan ga ik hem bakken. Zet ik een theelepel knoflookpoeder. Zet ik een beetje zout. Zo ziet dat goed uit. Nu zet ik mijn bonen. Heerlijk, hoor. En dat is een diepvriesbonen, hè, lieve kijkers. Dus heb ik ze laten ontdooien en dan heb ik het in warm water laten wezen. Dus al die ijs en die koud is gesmolten. En is die gewoon geheel gebleven, dus je hoeft nog niet heel lang om te gaan koken. Even te laten schrikken met een beetje smaak. Eenvoudig en lekker, niet veel kruiden, weet je. Dat hoeft niet. Ik wil een beetje van dit zetten. Hij is bijna klaar. Doe even kijken hoe ver het geschoren is. In principe is hij al klaar. Dit moet je niet heel lang koken. Even lekker inpakken in een portie bakje. Eventjes had ik bedekt, niet te lang met de deksel, want als je heel lang gaat bedekken, dan wordt het geel, weet je, en dat wil ik niet. Ik wil gewoon zo groen houden. En dan is het aantrekkelijker op het bord te eten, snap je? Nou, dit is klaar, mooi. Zo, lieve kijkers, dit is mijn portie. Ik heb al ingepakt. En nu ga ik de rijst zetten. En dan ga ik het inleveren. En de mensen gaan lekker eten, smullen. Dus zo maak ik mijn bakje. Nou, dit is het rijst, lieve kijkers. Dit is mijn komkommer en mijn bonen, wat ik had gebakken met rijst. Dus, ik heb kip, aardappel en curry apart gezet. En rijst met komkommer en bonen apart gezet. Dus dit is mijn portie. Ik heb het lekker ingepakt. En nu ga ik samen inleveren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.